Beleggen bij de Giro is tamelijk eenvoudig en daarom is de Giro ook best wel populair. Ook voor Nederlandse beleggers. We gaan het hebben over een De Giro tutorial. Ofwel hoe werkt De Giro? Hoe kan je beleggen bij De Giro? Hoe koop je ETS bij een e uh, en aandelen bij de Giro, dat soort zaken. Nu allereerst even kort, als je mij nog niet kent. Mijn naam is Jork Vermeulen. Ik ben eigenaar en oprichter van Happy Investors. Inmiddels mede-eigenaar. We hebben nu uh, twee man extra in ons team. Hartstikke leuk. En we helpen mensen naar hoger rendement. Maar ook een stukje mindset. Want beleggen is één. Maar het gaat vooral natuurlijk om dat je gewoon een leuker leven wilt hebben. En geld hebben is leuk, maar... ...tot een zekere hoogte. Alleen beleggen is natuurlijk wel relevant... ...zeker als je jonger bent. Ik ben zelf begonnen toen ik 23 was. ben nu inmiddels wel financieel vrij durf ik te stellen... ...en misschien zelfs op korte termijn... Uh, ...in ieder geval ver voor mijn pensioenleeftijd... ...ben ik financieel onafhankelijk. Zelfs al zal ik dat zijn... ...blijf ik nog steeds doorgaan met werken... ...want het is gewoon hartstikke leuk... ...om binnen je passie en voldoening te halen... ...en ook daarin te blijven ontwikkelen... ...vooral ook te blijven leren. Maar we gaan het hier hebben over de giro. Hoe werkt het... Uh, hoe kan je beginnen? Zelf beleg ik nu volgens mij... Ja, ik beleg al meer dan 10 jaar. Maar volgens mij 7 of 6 jaar lang heb ik nu een account bij De Giro En um, het is eigenlijk gewoon een hele goedkope broker. Nog steeds vandaag de dag. Nou, je hebt ook andere brokers. En weet goed, ik word niet betaald voor deze video. Totaal niet. Uh, er is wel een affiliate link die we hebben voor De DeGiro. Krijgen we 3 euro per klik voor als iemand gewoon op klikt. En that's it. Uh, maar we krijgen geen vergoeding voor als iemand een account aanmaakt. En... Uh, in de YouTube-channel zit volgens mij niet eens een affiliate link. Wel op onze website. Daarmee verdienen we natuurlijk ook een beetje geld. En dat is ook een soort van win-win. Maar in ieder geval, deze video wordt er niet voor betaald. Het is puur om beginnende beleggers te helpen met hoe kan je nou je account van de Giro opzetten? En hoe kan je nou starten met ETF's kopen en met aandelen kopen? Daar gaan we het over hebben. Dus eerst met de basis. Uh, wat moet je weten over transacties? Wat moet je weten over transactiekosten? Uh, dan gaan we het kijken over uh, een aantal functionaliteiten. En ik leg je uit welke 20% je nodig hebt, want de rest is allemaal onzin. Uh, en daarnaast hoe je ETF's kan vinden, aandelen kan vinden. En vooral ook hoe je ze gaat kopen met verschillende orders: marktorder, limietorder, maar ook een stop -lossorder. Dat soort dingen zijn belangrijk. Nou, nog even iets anders. Ik heb sinds kort ook een account bij Interactive Brokers. Eigenlijk ontstaan omdat ik zocht naar een manier om zakelijk te beleggen. Ik heb een, uh, twee BV's, zakelijk vermogen. Ik wilde ook zakelijk beleggen, en dat ga ik nu ook doen. Dat doe ik inmiddels al. En Interactive, inter, uh, excuse, Interactive Brokers is een geweldige broker. Eigenlijk volgens mij een van de goedkoopste. Een nadeel aan Nederlanders is dat je als je euro's erop zet en je wilt. Ja, bepaalde aandelen kopen met de currency in dollars. Dan betaal je hoge conversiekosten van volgens mij 1%. Dat vind ik best wel fors. Zeker als je nog een keer dat om moet zetten terug naar euro's. Uh, maar Interactive Brokers heeft veel meer functionaliteiten. Veel meer aanbod. Uh, heel erg goed. Wel een voordeel aan de Giro is, ze hebben ruim genoeg aanbod. Uh, ik ben een gevoordelijke beleggers inmiddels wel na 10 jaar. En ik heb meer dan genoeg aan de Giro. Uh, niet helemaal, maar voor laten zeggen, voor 95% wel eigenlijk genoeg gaan. En er zijn altijd wel manieren om gewoon bepaalde ETF's die je wil kopen, toch te vinden op een naam die anders genoteerd staat op de giro. Dat is allemaal van die kleine dingetjes. Dat leer je van de gaande weg wel. Dat is allemaal niet zo spannend. Er zijn wat zaken die je moet weten... over transactiekosten, daar gaan we het over hebben. Uh, en tot slot nog iets over anderen. Je hebt bijvoorbeeld de links, uh, je hebt de banken. De banken zijn relatief duur. Links is ook relatief duur, maar is wel gewoon een uitstekende broker. Je hebt Maxim, dat is ook gewoon een uitstekende broker. En die is relatief goedkoop en die heeft wel heel veel functionaliteiten. Dus... De Giro versus Maxim, dat is wel een, uh, een, een leuke uh, vergelijking. En je hebt ook nog bijvoorbeeld een Bux Zero, die heeft natuurlijk heel veel gesteund met uh, gratis kopen, commissievrij en dat soort zaken. Maar dat is ook een marketingstrategie. Het kan best zijn dat ze de kosten gaan verhogen, maar dat, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ze nu nog steeds uh, goedkope transactiekosten hanteren. De Giro ging mee in die uh, marketingstrategie, maar heeft nu weer de, uh, de transactiekosten ietsje verhoogd. Dus dat blijft altijd een aandachtspunt, maar nog steeds zijn de transactiekosten relatief laag. En een groot nadeel aan Bucks Zero is dat ze gewoon echt gewoon heel erg klein zijn. Uh, uh, met klein bedoel ik niet als partij of organisatie, maar met de aanbod aan aandelen en ETF's. En dat is heel erg vervelend als jij bepaalde ETF's wil kopen op basis van dingen die je gelezen hebt, waarvan je achter staat. En dan is die ETF niet beschikbaar bij je broker. Ja, dat is echt een, een gewoon fucking klote om het maar te zeggen. Dus dat wil je niet. Ik denk daarom dat de Giro nog steeds gewoon een van de betere keuzes is binnen Nederland. Uh, en als je echt alle keuze wilt hebben van alle ETF's en dergelijke, dan kan je beter uh, naar Maxim uitwijken. Maar dat is uh, geen advies. Dat is ook niet, uh, ik heb daar geen oordeel of mening over. Dit zijn gewoon een paar dingen snel in vergelijking die je kan meenemen. Het is aan jou om te vergelijken wat de betere keuze is tussen brokers. Nou, nu gaan we kijken naar de Giro, hoe het werkt. Hoe je ETS kan kopen. En in principe zijn dit dezelfde basisprincipes als bij andere brokers. Bij het beleggen bij de Giro zijn er een paar basiszaken die je eventjes moet kennen. Allereerst de type account. Als je een account maakt bij de Giro, dan moet je aanmelden, paspoort, verificatie, bla bla bla. En dan kan je een account kiezen, maar je kan gewoon de basic aanhouden. basic account is meer dan voldoende. Je hebt nog twee andere opties, maar dat heeft te maken met complexe beleggings. Instrumenten zoals futures en uh, uh, opties, maar dat heb je allemaal niet nodig. Als beginnende belegger moet je het gewoon simpel houden en het liefst ook met lager risico. Kan je garanderen, zo haal je zelfs hoger rendement, omdat je juist minder risico neemt. Want als je beginnende belegger bent, ja, dan heb je minder kaas gegeten van hoe het allemaal werkt. Geef niet, maar accepteer het en begin met lager risico. Een ander punt is de transactiekosten. Je gaat naar de Giro-tarieven en je kan de transactiekosten zien. Nou, conversiekosten moeten hier ook nog bij, maar dat, is, dat vermelden ze dan weer niet natuurlijk. Uh, dan staat hier ergens andere kosten, oh, ja, Valutaafhandeling. Dus ook als jij bijvoorbeeld uh, een, een aandeel gaat kopen vanuit dollar, dus de conversie, uh, de valuta is dollar, dan betaal je 2 euro commissiekosten van de VS-aandeel plus 0,25% aan conversiekosten. Voor mij, omdat ik beleg met grotere bedragen, is dat de grootste kostenpost. En zijn deze transactiekosten voor mij wat kleiner? Uh, een hele praktische tip hierbij is als jij met hele kleine bedragen maandelijks gaat beleggen. Maandelijks beleggen, ook bij de Giro, is een populaire strategie. Echter, weet wel, als jij bijvoorbeeld iedere keer voor 200 euro een ETF of aandeel aankoopt. en jouw uh, transactiekosten zijn 2 euro, dan is dat 1% transactiekosten per aankoop. Dat is relatief veel. Dus probeer met grotere bedragen te kopen als het kan. Echter, alleen met geld dat je 100% kan missen voor de langere termijn. En met lange termijn spreek ik over minimaal 5 tot 7 jaar. Dus dat is even een praktisch ding. Nou, één manier om je transactiekosten te verlagen is te kiezen voor ETF's. En dan uit de kernselectie. Als ze in de kernselectie behoren, dan betaal je nul commissie, maar wel 1 euro aan handlingkosten. En als het ook nog eens ETF's zijn met de, de valuta euro, betaal je ook geen conversiekosten. Dus dat is een praktische tip. Ja, hoe ziet dat eruit? Je gaat naar uh, de Giro bij tarieven en ETF-kernselectie. En hier vind je een overzicht van um, ETF's met die vallen binnen de kernselectie. Ik spreek even uit ervaring. Eén groot nadeel dan weer is heel af en toe: dan ver veranderen ze deze ETF's die in de kernselectie zitten. De meeste niet hoor, maar sommige wel. Ik heb het een keertje ervaren en dat is, uh, ja, weet je wel, uh, het hoort erbij, maar weet dat. Uh, focus er ook niet te veel op. Uh, wat wel belangrijk is, is die expense ratio. In deze tool kan je handig al selecteren op minder dan 0,2% per jaar. Weet dat je betaalt transactiekosten bij de broker, dat is de Giro. En de ETF staat los van de Giro. Bijvoorbeeld, de uitgever is iShares of uh, Vanguard, zie je heel vaak Lixor, HSBC, VanEck zie je ook regelmatig. Hier zie je Vanguard. Dat zijn gewoon instanties die hebben fondsen gecreëerd en dat noemen ze een ETF, Exchange Traded Fund. Uh, en die voldoet aan allerlei karakteristieken. Nou, hoe dat precies werkt, volg dan. Uh, uh, onze video's van happy investors. Of bekijken ze de cursus. We beginnen met beleggen. We hebben een hele goedkope cursus over ETF beleggen. Een paar tientjes. Is het meer dan waard? Want je krijgt meer dan waardevolle informatie. En het gaat je ook wat kosten besparen. Omdat je fouten gaat vermijden. Kan je verzekeren. Kan je ook uh, aanraden. Um, die expense ratio is heel erg belangrijk. Die moet je dus laag houden. Nou, dus selecteer hier 0,2. En dan vind je in ieder geval al een prima selectie. Uh, van bepaalde aandelen of ETF's die in ieder geval onder de kernselectie vallen, dus ietsje lagere transactiekosten, en die een lage expense ratio hebben. Dan hebben ze ook nog de fair value, de uh, fair use, fair value, de fair use policy. Dat is, uh, je betaalt alleen 1 euro aan de bla bla bla. Als je dit gewoon één keer per maand doet, doe je het bijvoorbeeld twee keer per maand, dan moet die transactie uh, boven uh, uh, de 1000 euro zijn en het moet in dezelfde richting zijn, dus... Twee keer kopen of twee keer verkopen, whatever. Nou, dat is uh, even heel iets over snel over transactiekosten en de setup van je account. Dan heb je een account aangemaakt. Mooi. Dan kom je op de giro en dan zie je het er eigenlijk zo uit. Um, wat zie je? Eerst even de basics. Balans. Ik zie hier een balans van mijn geld. En uh, joh... Dat gaat bij jou ook zo komen. Het enige wat je moet doen is discipline hebben. Beleggen met geld dat je kan missen. En structureel blijven volhouden. En ook naar nou jij, na 10 jaar of na 15 jaar. Dankzij samengesteld interest of compound interest ook wel genoemd. Krijg je rendement op rendement. En dat gaat als een hockeycurve omhoog. Het belangrijkste is dat je moet in jezelf moet geloven. En je moet als beginnende belegger fouten vermijden. Fouten vermijd je door uh, in het beginsel denk ik te kiezen voor ETF's. En laat aandelen nog even links liggen. Ik ben zelf wel met aandelen begonnen. Heb toen veel fouten gemaakt. Maar na tien jaar heb ik in ieder geval heel veel geleerd. Zoveel zelfs, dat ik zelfs nu via Happy Investors gevorderde aandelenanalyses aanbied die de markt verslaan. Daardoor halen niet alleen ik, maar ook onze Happy Investors, leden hoog rendement, hoger dan gemiddeld. Dus dat is uh, iets waar ik wel trots op ben. Maar uh, uh, los van een stukje promotie uh, gaan we door. Balans. We zien de portfolio, dat is eigenlijk je um, balans. Min. De uh, het amount available to trade. Uh, het staat bij mij in het Engels. Ik maak ook uh, video's in het Engels. Dus uh, vandaag. Maar dit is eigenlijk uh, het geld wat je beschikbaar hebt om te. Uh, oh. Uh, beschikbaar hebt om uh, uh, te beleggen. Dit is belegd in mijn portfolio. Dus die twee samen is mijn totale balans. Oké. Okay? Nou, je, als je inlogt, dan zie je dit. Dit is het uh, overzicht van de markt. Je ziet hier winners en losers. En ik ga je verzekeren. Dit is allemaal kansloze informatie waar je niet zoveel aan hebt. Hieronder zie je ook top 10 lijsten. Dan zie je most traded weekly, most traded daily. Lekker boeien. Dit is informatie, moet je allemaal vermijden. Dit is ruis. Dit is niet wat je nodig hebt als belegger. Ten eerste moet je beleggen voor de lange termijn. Cruciaal. Ten tweede moet je beleggen in dingen die je begrijpt. Als je die twee dingen doet. Dan heb je geen lijstjes nodig van meest verhandelde aandelen. Ik snap het ook niet. Bij de Giro krijg je eens in de zoveel tijd zo'n e-mailtje. Dit zijn de meest verhandelbare hand, uh, aandelen. Vaak zie je Tesla bovenaan staan of ASML. Totaal niet relevant. Eén ding wat dan wel misschien interessant is om eens even te kijken is... Um, bij de top 10 lijstjes is de um, most held ETF's. Dus eigenlijk de, de meest populaire ETF's. Die zijn wel populair om een reden natuurlijk. Nou, je ziet hier die Vanguard All World ETF met de ticker VWRL. Die is hartstikke populair. Uh, echter, ik heb zelf de iShares Core World ETF, de IWDA. En ik kan je verzekeren, uh, dat is eigenlijk een ietsje betere ETF. Want je hebt nog steeds genoeg spreiding, meer dan genoeg. Uh, en um, het rendement is eigenlijk ietsje hoger. Het enige is alleen dat je geen dividend hebt. Dat is iets goed om te weten, een klein zijstapje... Dit zijn namen van ETF's. Dus de uitgever is Vanguard. Je hebt de All World ETF. En hierachter staat Dis. En hierachter staat ACC. Nou, Dis staat voor distribution. Distribu distribu so, sorry. Distribution. Uh, wow. En AC staat voor accumulation. Nou, distributie betekent uitkeren van. Wat gaan ze uitkeren? Dividend. Dus deze ETF die keert het dividend uit. Deze ETF niet. Accumulation betekent eigenlijk opeenstapeling van, accumuleren. Dus deze herinvesteert het dividend. En daardoor haal je ook een hoger rendement daarmee. Um, om en daarbij is het netto rendement toch wel een beetje vergelijkbaar. Maar mijn volk gaat uit naar de IBDA. Nou, je ziet nog andere, zoals bijvoorbeeld de, de AEX. Uh, ja, vind ik zelf niet zo interessant, maar uh, ik kijk meer naar de uh, S&P 500. Dat is eigenlijk een sterkere ETF. Uh, maar goed, dan moet je zelf uh, maar eventjes ontdekken wat voor jou fijn is. Dus marktoverzicht heb je hier. Nu zijn er een aantal zaken. We hebben al die top 10 lijst gezien. Uh, en we kijken eigenlijk um, naar een portfolio. Als je hem opent, dan heb je een lege portfolio. Dan staat er niks in. Je ziet hier shares staan van aandelen. Uh, dus als je een aandeel koopt, dan komt die hier in je lijstje te staan. Uh, en als je hieronder naar beneden scrolt, zie je trackers, ofwel ETF's, staan. ...en hier met de ETF's. Uh, als je een beginnende belegger bent... ...ik ga even voor het gemak uit... ...je koopt eerst ETF's. Dus laten we gaan kijken... ...naar hoe je een ETF kan kopen. Nou, er zijn twee manieren. Allereerst, uh, je begint eventjes bij de homepage... Hè, ...want dit is het eerste wat je ziet... ...als je nog geen account hebt. En er zijn twee manieren. Allereerst, het kan zijn... ...je hebt al een lijstje van ETF-portfolio... ...om samen te stellen. Nu, je moet meerdere ETF's hebben... ...om spreiding te realiseren... ...of je koopt gewoon één ETF... Uh, met heel veel spreiding in zowel large cap als small caps. Kan zijn dat ik nu Chinees voor je praat. Ja, als dat zo is, dan heb je nog wel even wat te leren. Maar dat geeft niet, dat is juist leuk. Beleg is een reis. Je leert ervan. Hartstikke leuk. Nou, als je een lijstje hebt, kan je hier gewoon intikken. Vaak uh, is het gebruikelijk om het symbool in, in te typen: dat is de tikker. Uh, even de naam: is bijvoorbeeld um, uh, de Vanguard All World ETF. Nou, als je dat type intypt, Vanguard All World ETF, waar we net over gehad hebben. Nou, hier zie je hem toevallig naar boven komen omdat hij populair is. Dus hier zie je al de Vanguard All World ETF. Maar makkelijker is, zeker met de aandelen als je gaat kopen, is gewoon de ticker intypen. De ticker is eigenlijk een soort van uh, symbolische afkorting. Uh, ja, Laat even daarop houden: afkorting van, de, van het fonds. Dus hier zie je VWRL. Nou, je kan meerdere fondsen selecteren. Het meest belangrijke is dat je rekening houdt met dat je zoveel mogelijk in euro's koopt. Deze ETF is gebeursd op de EAM, dat is de Amsterdamse beurs. Milaan is Italië. LSE weet ik niet even niet. En SWX is Zwitserland. Maar je ziet hier ook de currency erachter staan. Oh, LSE is Londen. Dus je ziet hier de currency erachter staan: euro's, uh, pond, euro's. Nou, je kiest die van euro, één van de twee. Uh, want dan heb je geen conversiekosten. Dus daarmee haal je transactiekosten omlaag. En je loopt ook geen valuta risico. Dat zijn twee hele belangrijke redenen om in euro's te kopen. Zoveel mogelijk als je kan. Met de aandelen gaat dat niet altijd, maar met ETF's vaak wel. En een heel klein, maar dat is meer een detail, is... Uh, stel nou, je koopt twee ETF's van verschillende beurzen. De ene op de EAM als voorbeeld en de andere op de Milaanse beurs. Dan betaal je... Uh, 2,50 euro per jaar bij de Giro, omdat je op een verschillende beurzen zit. Dus per beurs, EAM is één beurs, Milaan is beurs twee. Per beurs betaal je 2,50 euro. In dit geval twee beurzen, 5 euro per jaar. Maar die kosten zijn eigenlijk relatief klein, natuurlijk. Het gaat over 2,50 euro per jaar. Laat je daar door Lien afleiden. Dat zijn details die niet belangrijk zijn. Wel belangrijk is dus zoveel mogelijk in dezelfde currency, valuta, oftewel euro's in dit geval. Oké, okay, dit is de eerste manier. Tweede manier is, je gaat via products kijken. Via products vind je shares, uh, bonds, investment funds, warrants, opties en futures. Eigenlijk is het erg simpel, hoe verder je naar beneden gaat, hoe risicovoller het wordt, blijf daarvan weg. Behalve die investment funds, dat zijn gewoon ja, mutual funds, uh, die worden beheerd, maar in dit geval wil je trackers, oftewel ETF's. Nou, hier kan je, eigenlijk gewoon, je krijgt nou een hele waslijst aan uh, ETF's. De, de meeste heel kansloos. Sommige nog kansloos en dan kansloos. Maar ze bestaan. Geloof het of niet. En uh, In sommige gevallen kan je er wel degelijk rendement mee behalen. Maar als beginnende belegger is dat allemaal uh, overbodig. Je moet in eerste instantie gewoon risico spreiden. Want je weet niet zo goed wat je aan het doen bent. <tus> dus begin voor een veiligere basis. Dan kan je rendement halen van 6 tot 7 procent per jaar. Als het mee zit, hoger. Maar gemiddeld gezien, als je 8% haalt zonder dividend, dan heb je het al goed gedaan. Hier kan je allerlei zaken intypen. Je kan hier, dat is wel heel erg handig bij commissioning type, de ETF core selection aanklikken. Stel je voor dat je daar gewoon mee wil beginnen. Ja, dan doe je dat. Dan zie je dat er toch wel wat aantal ETFs in de core selectie zich bevinden. Dat is toch wel heel handig. Product type is alleen maar ETF, want je hebt de ETFs geselecteerd. ...de stock markets... ...ja, je kan hier dus de EAM kiezen... ...dat is de Euronext Amsterdam... ...we hebben oh, hier de London Stock Exchange... ...de LSE hebben we gezien... ...dit is Duitsland... ...en ik denk dit, dat, dat dit Milaan is... Um, ...oh, sorry, dat is Bolsa de Madrid... ...daar heb je er ook maar eentje van... Uh, ...dus dat kan je altijd nog doen... ...maar dat, uh, ja, dat is... Ik, ...ik zou er niet van wakker liggen... ...je kan region nog bekijken... ...en de rest uh, kan je nog... ...expense ratio selecteren... ...dus... We willen eigenlijk goedkope ETF's. Dus we zetten hem op de to totaal expense ratio van onder de 0,2%. En we willen hier een ETF Core position. En dan zie je toch wel een aantal ETF's beschikbaar. En vaak gewoon dezelfde. He, dus je ziet iShares, Core, Europe, uh, nog iets. Twee keer. Alleen het is gewoon dezelfde fonds, maar dan met een verschillende ticker. En wij helpen op Happy Investors, helpen we jaarlijks ja, meer dan 500 uh, uh, cursisten zou ik het uh, noemen. Leden op onze community. En heel veel hebben gewoon deze basisvraag van ja, welke ticker moet ik dan nemen, welke ETF, dat soort zaken. Nou, daar hebben we gewoon hele simpele cursus voor opgericht. Kost je een paar tientjes. En dan heb je antwoord op al die vragen, inclusief community en een stukje online begeleiding. Dat is onze manier om iets terug te geven aan de wereld. Uh, en natuurlijk hebben wij ook een verdienmodel. We zijn ondernemers, dus we bieden bijvoorbeeld een een abonnement aan voor aandelenanalyses, maar dat is pas als je gevorderd bent. Als je beginnende belegger bent, zo'n paar tientjes voor zo'n cursus is meer dan genoeg en dan heb je de goede basis om te kunnen starten met veel risicospreiding. Nou, dit is een manier hoe je ETF's kunt vinden. En op dezelfde manier kun je aandelen opsporen, alleen ik gebruik dit zelf echt nooit. Ja, wat heb je hier aan? Je vindt een lijst met aandelen. Zelf uh, vind ik eigenlijk aandelen gewoon door verschillende dingen te lezen en, te, en, en wat dan ook. En dan wil ik bijvoorbeeld een aandeel kopen, bijvoorbeeld, uh, laten we even een Nederlands voorbeeld nemen, ASML. Nou, als je bijvoorbeeld ASML intypt en je typt stok erachter in Google, dan zie je ASML stok. En dan zie je hieronder zie je de ticker staan, ASML. Je kan ook gewoon de naam ASML in de giro tikken en dan zie je in dit geval ook ASML Holding NV. Nou, om de... Amsterdamse beurs, AML ticker, dat is ASML. Een ander voorbeeld, uh, even denken, Agen, want die heeft volgens mij een andere ticker. Nee, die heeft dezelfde. Uh, een mooi voorbeeldje, Alfen. Toch wel een je met potentie in Nederland, alleen heel veel gekelderd. Shit, allemaal dezelfde naam en ticker. Dat is geen best voorbeeld. Heineken dan, die heeft sowieso een, een andere. Ah ja, dus we hebben Heineken als naam. En dit is de ticker. H-E-I-A. -E dus, je kan Heineken waarschijnlijk ook gewoon zo vinden, maar het punt is eigenlijk, mocht je het niet kunnen vinden, in dit geval Heineken, dan kan je altijd nog een ticker invullen. Ja, en dan vind je sowieso het aandeel. Dus dat zijn verschillende manieren om het te vinden, um, maar dit is eigenlijk wel een beetje gewoon de basis voor ETF's vinden en aandelen, ja, dat kan je op deze manier vinden, maar dat kan dus ook op een andere manier. Uh, we gaan zometeen nog even kijken naar uh, transacties en dividenden. Maar eerst even iets over hoe je nou een ETF of een aandeel kan kopen. En dat heeft ook te maken met markt- en limietorders. Het kopen van een ETF of aandeel werkt in principe hetzelfde. Ik laat je zien hoe je het kan kopen en ook hoe je kan verkopen. Plus een stomme fout die ik zelf toch best wel vaak heb gemaakt. Hoe je het ook of verkeerd, het blijft altijd uh, ongekend. Nou, ik heb je laten zien hoe je een ETF kan vinden. Stel nou, je wilt investeren in Invesco QQQ. Dit is een geweldige ETF voor technologie. Niet op dit moment om te kopen, maar op dit moment staat de waardering heel erg hoog, maar dat is een stukje gevorderd. Maar even los daarvan, je wilt die kopen en je wilt beleggen voor de lange termijn. Top. Je zoekt hem op. Je hebt gezien de ticker is QQQ. Je typt in QQQ en dan wat zie je? Je ziet Invesco EQQQ, maar wel met dezelfde ticker. Nou, je doet niks fout. Dit komt vaker voor. Je hebt variaties op bekende namen. Omdat die internationaal zijn gericht en niet altijd vergelijkbaar bij de Giro. Verkrijgbaar bij de Giro. Maar wel in variant verkrijgbaar. En dit is zo'n gevalletje van zo'n variant. Oké, okay, ik ga deze uh, kopen. Ik, voor het gemak kies ik even TDG. Dat is de Duitse beurs. Ik pak die. De is een euro. Check. Top. Je ziet ook er staat achter Dist. Hè, dat staat voor distribution. Kom er dan niet uit mijn woorden, maar het is gewoon een distributie van je dividend. Dus deze ETF keert een heel klein beetje dividend uit, 0,4% uit mijn hoofd. Je komt hier op deze pagina, je ziet eigenlijk uh, wat informatie staan. Ja, dit is allemaal niet zo spannend. Uh, ik check dit eigenlijk nooit. Op deze grafieken op uh, de Giro ik doe altijd Google gebruiken of mijn eigen betaalde databases. Um, maar goed, we hebben Invesco. Kukuk. Je hebt het een en ander gezien, maar het enige wat je constateert, is, is, ik ga maandelijks of periodiek kopen, ongeacht wat de prijs doet. Voor beginnende beleggers kan dat een prima strategie zijn. Uh, op dit moment is die een beetje duur om te kopen, niet in termen van 400 euro, maar hij is een beetje duur in termen van waardering. Ik wil het je toch even meegeven, omdat je het misschien niet kent, maar een aandeel wordt gewaardeerd tegen koers gedeeld door winst. Hoe hoger die koerswinstverhouding, betekent hoe meer je betaalt voor de toekomstige winst. En betekent eigenlijk dus als de koerswinst bijvoorbeeld 20 is, dat het in theorie 20 jaar duurt voordat je je geld terug hebt. Als de koerswinst 10 is, dan heb je je binnen 10 jaar terug. Dus heel simpel gezien: koerswinst, hoe lager, hoe beter. Niet altijd, maar hoe lager, hoe beter in het algemeen wel. Een ETF, zoals een Invesco. QQQ die volgt 100 aandelen. In dit geval technologie aandelen. En al die aandelen die hebben een waardering, een koerswinstwaardering met toekomstige winstgroei verwachtingen. Een ETF investeert vaak in de meeste aandelen, wat meer en in sommige aandelen wat minder. Vaak heb je daarom de top 10 holdings. Nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen hoe dat nu werkt. Dit gaat over de giro, hoe de giro werkt, maar dit zijn wel basisbegrippen die je moet leren begrijpen voordat je gaat investeren. Daarom geef ik het toch even mee. Je ziet hier een prijs staan, maar die 400 euro zegt in principe helemaal niks. Het enige wat het zegt is dat je 400 euro nodig hebt om één aandeel van Invesco QQQ te kopen. En bij de Giro werken ze niet met uh, fractionele aandelen. Fractionele aandelen is een deel ervan. Je moet, de hele, uh, je moet een heel aandeel kopen. Dus je hebt minimaal 400 euro nodig voor deze ETF. Uh, laten we misschien een ander voorbeeld pakken. Als je daarover twijfelt, uh, die VWRL hebben we het over gehad. Nou, die heeft een prijs van 117, maar je hebt ook ETF's die kan je kopen voor 5 euro of 10 euro. Maar die prijs, dit zegt in principe helemaal niks. Het gaat erom wat de gemiddelde koers-winstverhouding is en toekomstige winstgoede verwachtingen. Want beleggers kijken naar de toekomst. Nou, je wilt kopen. Genoeg gezeik, denk je bij jezelf. Ga door met het verhaal. Oké, okay, je wilt kopen. 117, ik wil kopen. Ik zet hem op dagorder of op... Uh, doorlopend. Bij mij staat good till cancel, maar dit is Engels. In Nederland staat hier doorlopend. Als jij gewoon vandaag de dag nu wilt kopen tegen deze prijs, ja, dan kan je in principe op het marktorder zetten. Marktorder is de snelste manier. Het enige wat je moet doen is aangeven ik wil één aandeel kopen van deze ETF. Dan heb je een marktorder en op D-order betekent dat die alleen vandaag de dag geldig is. Uh, good, of doorlopende order werkt niet voor een marktorder, want een marktorder betekent gewoon dat hij hem gewoon koopt tegen de prijs waar hij nu voor te kopen is. Nou, hier staat 117,66, alleen deze beurs die loopt een klein beetje achter en je hebt nog een, een verschil tussen uh, biedprijs en vraagprijs, en dat verschil noemen ze de dus spread. Uh, en vaak is zeg maar uh, als jij nu jouw ETF wil verkopen voor 117,66. Dan, moet het, dan duurt het even voordat die wordt geactiveerd. Want die prijs die gaat zo en die loopt ook een beetje achter. Dus het kan best wel zijn dat die nu aan het stijgen is. Zoals nu dus net gebeurt. Nou, nou is die een heel een klein beetje gestegen. Als je een marktorder intypt, dan koopt die gewoon tegen de prijs. En meestal een iets ongunstige prijs. Maar ja, het gaat vaak maar om hele kleine verschillen. Ik zou zelf eigenlijk nooit via marktorder kopen. Maar dat is meer mijn dingetje. Ik koop liever via limiet. Marktorder, marktorder is in ieder geval het snelste. Wat je moet doen is uh, place order. En dan zie je als het goed is kostoverzicht. Oh ja, nou, type 1. Ik wil 1 quantity kopen. Uh, de type is markt. Uh, de euro exchange is, uh, de exchange is Euronext Amsterdam. Ja, dit is niet zo spannend. En je ziet de estimated de Giro fees. Deze ETF, Vanguard All World valt onder de Giro kernselectie. Daarom staat hier 1 euro. En niet 2 euro. Dus je betaalt 1 euro. En als je nu uh, wil bevestigen, dus confirm betekent bevestigen, dan koop je de ETF. Nou, ik wil niet kopen, maar ik wil je illustreren hoe het werkt. Wat ik eigenlijk al vaker doe, is uh, een limietorder. En dat kan jij ook doen. En wanneer gebruik ik nou een limietorder? Een limietorder wil je eigenlijk gebruiken als je verwacht: uh, ofwel ja, of twee dingen eigenlijk. Ofwel je wilt een limietorder inzetten dat die automatisch later geactiveerd wordt. Um, of je wilt eigenlijk even wachten tot hij toch nog een beetje daalt op bijvoorbeeld op dagniveau. Dus als je een limietorder op dagniveau zet, uh, dan wordt hij pas geactiveerd als hij dat prijsniveau behaalt. Dus ofwel het limiet. Nou in dit geval, stel nou het is een dagorder en jij verwacht dat hij nog, weet ik het, naar 117 daalt. Dat, dat jij graag wilt. Heeft niet zoveel nut, maar het kan zijn. Dus je zet hier 117 en de quantity typ je in dit geval 1 in. Je kan ook 10 aangeven of 1. Maakt niet uit. Wat hij nou doet is de quantity. De hoeveelheid 1. Keer de prijs. En dat is hier totaal. Amount is dus in totaal 117 euro. Place order. En dan heb je hier um, staat er dan 1 euro. Dan druk je op conform. En in principe wat er dan komt te staan, is dan uh, wordt er een, een kooporder aangemaakt. Maar die wordt pas geactiveerd op 117 euro. En dan komt hij hier bij uh, outstanding komt daar bij uitstaande orders komt daar die order te staan, want hij is nog niet geactiveerd. Meer gebruikelijk is om te zeggen van nou ik verwacht op lange termijn uh, verwacht ik dat die 117 die prijs is te hoog. Ik stel ik verwacht dat die bijvoorbeeld naar 107 daalt. Even voor het gemak. Meer gebruikelijk is om dan een limietorder te gebruiken. Je typt in limietorder 107, want je verwacht dat die prijs van 117 daalt naar 107 en je klikt op doorlopend. Dan staat hier doorlopende order. Quantity, bijvoorbeeld 1. En nu betaal je geen 117, maar 107 euro. Place order en confirm. En dan komt hij bij je uitstaande orders te staan. Waarom zou je het willen doen? Puur gewoon automatisch beleggen. Je verwacht dat hij naar de 107 gaat op termijn. En je wilt dat nu alvast instellen. Dus je zet hier op 1 op 107. En hij wordt pas geactiveerd als het fonds of aandeel daadwerkelijk daalt tot die prijs van 107. Als je dat hebt gedaan, dan kom je bij je portfolio. En stel nou, je hebt een limietorder aangemaakt met doorlopend. Nou, die doorlopend is niet tot in het oneindige. Bij de Giro is volgens mij drie maanden dat je doorlopende order actief blijft. Of, of zes maanden, volgens mij drie maanden. Ik weet niet helemaal zeker. Uh, drie maanden en daarna wordt die uh, vervallen. En dan krijg je ook een e-mailtje van de Giro van, hey, je, je order vervalt. Dus dan moet je weer een nieuwe order aanmaken. En je kan ook maar maximaal min 20% onder de prijs uh, een limietorder aanmaken. Uh, dat zijn regels bij uh, uh, de broker. Als je hem hebt gekocht, dan komt hij hier te staan. Invesco QQQ heb je dan gekocht. Uh, of een andere, die Vanguard, maakt niet uit. Wat je hier ziet is uh, de ticker, symbool. Je ziet de quantity, de hoeveelheid. Je ziet de prijs. Je ziet de currency, euro's. Dus eigenlijk alles is in euro's, behalve de Queen shares bij mij. Uh, de rest is in euro. Je ziet de value, dat is de waarde. Je ziet de, uh, ik moest even denken, maar uh, de BEP, maar in Nederland staat die GAK. Gemiddelde aankoopprijs. Nou, mijn gemiddelde aankoopprijs ligt wat lager. Uh, dus de huidige prijs is 400, maar mijn gemiddelde aankoopprijs ligt op 251. Dat betekent dat ik hier, ik moet even mijn hoofd even schrijven, dat ik hier een uh, winst heb gemaakt. Uh, er staat hier 60%. Dus hier staat ongerealiseerde uh, winst en verlies. In mijn geval plus 60% en je ziet hier staan 2600. Maar hiernaast zie hier je staan totale winst en verlies en die is hoger. Nou, hoe komt dat nou? Uh, ik heb in het verleden meer uh, QQQ gehad als ETF, maar ik heb recentelijk ook wat meer verkocht om winst te pakken. En dat heb ik in het verleden een aantal keer zo gedaan. Ik heb ook een aantal keer bijgekocht, terwijl de prijs hoger was. Dus dan krijg je op een gegeven moment een gemiddelde aankoopprijs. In dit geval voor mij heb je 250. Uh, maar mijn totale winst en of verlies is eigenlijk hoger dan wat ik op dit moment heb. Omdat ik dus in het verleden vaker met winst heb verkocht. Dus dat is eigenlijk een beetje het principe. En als jij een ETF koopt, dan komt die hierbij te staan. En aan het begin heb je nog niet zoveel. Let wel, als jij de Giro-app hebt, de mobiele app, dan staat die standaard staat die op uh, dagelijkse uh, winst en verlies. En dan moet je even daarop klikken. Dus dan klik je met je vinger op die, op die uh, uh, P slash L... wat in het Nederlands is dan. En dan verandert die naar je totale winst en verlies. Uh, maar dan in percentages. Dus dan krijg je deze te zien. Dus dat is even een uh, handig uh, iets om te begrijpen. Nou, stel nou, ik ben helemaal klaar mee met beleggen... of, of voor een veel betere reden... ik denk dat die overgewaardeerd zijn... en ik wil eigenlijk risico afbouwen... of nog beter, ik wil winst pakken op een ETF... dan klik ik op verkopen. Je gaat nu verkopen... En op de snelste manier is gewoon verkopen via Marktorder. Je klikt hier 1, want je hebt in dit geval hadden we 1 Vanguard ETF verkocht voor 1. En je typt hier 1 D-order, Place-order, en hij wordt eigenlijk binnen no time verkocht. Die gaat heel erg snel, hè? vaak binnen een seconde. Soms zelfs sneller dan je kan knipperen. Mee -ogen. Nou, nu even een fout die ik toch schaam. Ik schaam me een beetje voor maar ik heb die vaker gemaakt dan eens. <laughs> en ik hoop dat er meerdere zijn van jullie die dezelfde die, fout hebben gemaakt. Maar uh, wat je niet moet doen, is een limietorder instellen op cel. Uh, waarbij de prijs onder ligt. Dus ik maak vaak de fout tussen, of ik, niet meer, maar ik heb vaak de fout gemaakt tussen limiet en stoplimiet. Eigenlijk moet je dan stoplimiet hebben. Uh, wat betekent dat? Nou, limietorder voor cel gebruik je wanneer een prijs verwacht in de toekomst hoog te zijn en je wil automatisch verkopen. Dus de, de juiste manier om te doen is je zet hem op doorlopend. De doorlopende order die blijft dus drie maanden of langer goed. Je zet hem op limiet en je zegt nou die Invesco QQQ die wil ik verkopen bij 20% rendement. Wat je reden ook mag zijn, jij wilt dat, prima. Jij doet dat. Dus dan ga je automatisch verkopen wanneer die prijs van 4,08 naar uh, 4,80 stijgt. Ik typ hier 4,80, want ik wil dan automatisch verkopen met winst. Voor wat voor reden ook, jij besluit dat te doen. Nou, in dit geval hebben we er gewoon even één gekocht voor het gemak. Dus deze limietorder, als ik die nu ga aanmaken, dan verkoopt die wanneer de prijs 4,80 heeft gehaald. Place order en dan zie je een overzicht en dan zie je geen kosten van 1 euro, maar van 3 euro. Uh, want deze ETF valt volgens mij, sorry ik moet even denken, maar ik weet niet zeker of dit onder de de selectie valt. Maar ik heb hem deze week al een keer uh, een paar keer verkocht. En dan is er fair use policy, waarbij je dus eigenlijk minimaal 1000 euro moet verkopen. Dus dat zou kunnen zijn. Maar in ieder geval, nou zijn de transactiekosten 3 euro. Dus al, al wat hoger. Nou, en dan druk ik op confirm en dan maakt hij een verkooporder aan, die wordt geactiveerd wanneer hij 480 behaalt. Nou, de fout die ik heb wel eens gemaakt heb, is van je kan ook andersom denken. Dat gebeurt meer gebruikelijk voor lange beleggers. Stel nou, de prijs is 4,08. Je denkt bij jezelf, euh, mogelijk is dit fonds overgewaardeerd. Omdat de aandelen die erin zitten hebben een gemiddelde hoge waardering. En het kan wel zo zijn dat op korte termijn een correctie komt. Stel nou, je wilt bij een daling van 10% op de korte termijn, wil je eigenlijk je limiet of je, je verkoop afkappen. Uh, je verlies afkappen. Dus je wilt niet meer verlies hebben dan 10% en dan wil je eigenlijk dat die automatisch verkoopt. Nou, wat ik dan deed, de fout die ik deed was bij limiet aangeven: oké, okay, ik wil verkopen bij min 10%, automatisch wil ik verkopen. Dus ook als ik s'nachts in mijn bed lig te dromen, want ik denk niet aan aandelen, want dat, dat heeft geen nut, uh, daar word je sowieso niet beter van. Uh, ik wil gewoon lekker kunnen slapen. En ik wil automatisch mijn order geactiveerd hebben. Nou, dat ga, mijn fondsen gaat dat niet vaak gebeuren, maar je hebt min 10%. Dus je zet hem hier op 360. En je, je titelt hem hier 1. Je denkt alles is goed. Je zet hem hier op doorlopend. Uh, het probleem is alleen met de limietorder, dan verkoopt hij hem gelijk. Want je geeft aan dat je uh, wil verkopen tegen een prijs van 360. Terwijl de huidige prijs is 408. En, en dit klinkt fucking logisch, maar ik heb zelf de fout in de paar keer gemaakt. <laughs> dus. Uh, als je nu een limietorder aanmaakt, dan verkoopt hij hem gelijk en dan verkoopt hij hem tegen de laagste prijs. Dat zal niet 360 zijn, maar dat zal de laagste bieder zijn op dat moment. Weet ik het, 406 euro of zoiets. Dus je hebt dan je ja, terwijl je het eigenlijk helemaal niet wil. Wat je moet doen, is op stoplimiet zetten. Dus je zet een stop-los order in. Een stop-los order is een gebruikelijke term voor stoplimiet. Die zet je op doorlopend en je stoplimiet en je zegt van: stop, als die prijs tot dit niveau komt, wil ik automatisch verkopen. Dus je limiet is 410, uh, nee 360 in dit geval. En ik zei altijd, de stopprijs, ja, die kan je ook uh, even op dit gemak, even als voorbeeld op 360 zetten. Quantity is 1, dus wat gebeurt er? Ik lig recht te slapen, Er komt opeens een beurscrash, je weet het maar nooit. En opeens uh, gaat de koers dalen met uh, 10% en dan automatisch verkoopt hij om 360. En that's it. Automatisch verkoopt hij hem dan. En dan heb jij daar eigenlijk geen omkijken naar. Dus dat is een, eigenlijk hoe het werkt met kopen en verkopen. Stel je wilt een aandeel gaan kopen, dan komt hij net als een ETF in jouw portfolio terecht. Dus je gaat naar portfolio en je ziet bovenaan shares staan. Je ziet de value. Je ziet de gemiddelde aankoopprijs van aandelen. Uh, en je ziet unrealized. Uh, ofwel ongerealiseerde koers en winst. Nou In dit geval, uh, sommige aandelen gaan goed. Laat even als voorbeeld pak Central Puerto, gaat goed, mooi rendement gehaald, 200%, mooie winst, bijna 3000. Ik wil verkopen en ik maak, eigenlijk wil ik gewoon per direct verkopen. Nou, ik zie hier Central Puerto, hoeveel heb ik er, 175, dus ik zet gewoon in quantity en ik verkoop gelijk 175. Ik kan ook zeggen, nou dat wil ik niet, ik wil eigenlijk uh, nog even wachten en verkopen bij een hogere prijs. Je ziet hier de prijs is uh, uh, 10,5. Laten we zeggen ik wil verkopen op 12. Dus mijn limiet om te verkopen is 12. Ik zet hem op doorlopend. Ik type aan 175 en dan gaat die Centro Puerto verkopen wanneer de prijs 12 heeft aangetikt en dan verkoopt hij gelijk deze quantity. En dat betekent dat je een uh, bedrag opstrijkt van uh, 1900 in dit geval. Ik denk misschien van uh, een andere aandeel is veel gedaald. Uh, laten we zeggen, risky fight. toepasselijke naam? Lekker risicovol. Foutje van mij uit het verleden. Staat ook al min 66%. Even om het te laten zien dat niet alle aandelen even goed gaan. Ik heb er nog steeds een paar slecht in mijn portfolio. De rest gaat wel eigenlijk heel erg goed hoor. Maar uh, ik heb uh, uh, forse verlies op PayPal. Pinterest. Ik maak me niet zo druk om. Maar die, uh, uh, ook ik heb fout gemaakt in het verleden. En. Ja, dan zie je dat zijn toch wel serieuze rode bedragen. Dus uh, daar moet je aan wennen, denk ik. Uh, risky Fight was eigenlijk een foutje. Voors verlies ook. Niet zo heel slim. Uh, stel nou, ik geloof zo erg in dat aandeel, want hij is heel veel gedaald. Ik wil bijkopen. Nou, ja, dan ga ik dus eigenlijk mijn gemiddelde aankoopprijs ga ik reduceren. Mijn gemiddelde aankoopprijs is 16,5. Dat staat hier. Terwijl de huidige prijs is 5. Ja, dat is dus een desastreus slecht resultaat. En daardoor sta ik op min 66% rendement. fucking slecht. Dat terzijde. Ik wil bijkopen, want ik denk risken is een goede. Oké, okay. ik kan limietorder inzetten. Ik kan marktorder inzetten. Maakt niet zoveel uit. Stel nou, ik wil bijkopen omdat risken feit. Uh, wil ik bijvoorbeeld bijkopen op 5 euro of 5 dollar in dit geval. Dus ik verwacht dat hij nog een klein beetje gaat dalen. En dan wil ik, als hij op de 5 euro aantikt, wil ik gelijk gaan kopen. Ik koop. Uh, wat heb ik? Riskify 290. Laat ik zeggen, ik wil de helft bijkopen... Voor, om de gemiddelde aankoopprijs flink op te schroeven. En ik zet hem op doorlopend. Ik place order en dan zie ik eigenlijk een overzicht van mijn kosten. Nou, de estimated fees zijn 2 euro. Daar komt nog meer bij, want ik koop... Uh, met mijn euro's koop ik dollars. Dus er hier komen 0,25% conversiekosten bij. Ja, dat vermelden ze dus mooi niet, hè? Hier, dus even voor de duidelijkheid. Uh, en het kan zijn dat er nog kleine kosten bij komen. Uh, bijvoorbeeld de spreadkosten. En ik weet niet hoeveel dat is... maar je kosten zijn iets hoger dan die 2 euro. Dus als je met kleine bedragen gaat beleggen... dan wordt het al, qua kostenverhouding wordt het al snel veel in percentages. Dus eigenlijk moet je met grotere, uh, grotere bedragen kopen en verkopen... als dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, want het belangrijkste is regel 1... is uh, beleggen alleen met geld dat je kan missen. En regel 2 is voorkom verlies. En als je dat doet... Op lange termijn kan je zeker wel rendement behalen. Zeker met ETF's, maar ook gewoon met aandelen als je daar gevorderd in raakt. Nou, tot slot, snel het laatste deel nog. Is, um, je kan naar transacties gaan. Uh, je ziet eigenlijk hier een overzicht bij inbox. Dan zie je account statement. Je ziet portfolio, depreciation en uh, orders. Hier zie je openstaande orders en order history. En je kan ook transacties zien van aankopen en verkopen die je gedaan hebt. Dus je kan de start date kan je hier veranderen, bijvoorbeeld naar 1 maart tot en met april. En je ziet hier recentelijke aan- en verkopen uh, die ik heb gemaakt. Waarom ik dat allemaal gedaan heb, leg ik uit in de Giro-updates. die we recentelijk of frequent delen via Happy Investors YouTube. Je kan ook naar Account Statement gaan en daar zie je um, vooral de dividenden die binnenkomen. Nou, een nadeel vind ik aan, aan de Giro is dat je niet eenduidig overzicht hebt in de totale dividenden die je iedere keer ontvangt. Wat je wel hebt, is je gaat naar Portfolio en je scrolt naar onderen. En dan zie je upcoming dividends ofwel aankomende dividenden. En dan zie je van welke aandelen op korte termijn een dividend uh, hebben aangekondigd, die jij gaat incasseren. En als je dan naar account statement gaat, dus vind je eigenlijk een overzicht van alle dividenden die je hebt ontvangen in het verleden. Uh, je kan dit gewoon uh, bij documents kan je het een en ander gaan downloaden, jaaropgave kan je gaan downloaden. Uh, dat wordt eigenlijk automatisch ook. Uh, gekoppeld aan je belasting. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Je hebt ook uh, direct dus teruggaven op je belastingdienst. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan moet je daar goed rekening mee houden bij je belastingaangifte. Dat de dividend wat je hebt geïncasseerd, dat kan je weer terugvorderen wat betreft belasting. Je ziet aan de verkopen en je ziet dus ook de stukjes dividend. En ik heb eigenlijk geen manier gevonden om snel nu te achterhalen hoeveel dividend ik bijvoorbeeld in een maand of in een jaar krijg. Uh, ik heb dus, ken ik ook nog wat te leren, maar ik moet zeggen, ik heb er niet eindeloos naar gezocht. Maar volgens mij is het er gewoon niet bij de Giro. Uh, wel op jaaroverzicht krijg je wel een jaaroverzicht qua statement met ontwikkelingen. Maar uh, wat betreft dividend, ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus weet jij het wel? Laat het mij weten. Dit was eigenlijk laatst over de Giro portfolio en update, hoe de Giro werkt, hoe je kan beleggen bij de Giro, hoe je ETF's kan aankopen, hoe je aandelen kan aankopen bij de Giro. Ik heb je laten zien wat ik denk dat relevant is en met name ook dus het aan- en verkopen. En wat cruciaal is natuurlijk is dat dit is slechts het begin. Het moeilijke gedeelte is uh, allereerst discipline en vasthouden aan je langtermijn strategie. En nog moeilijker misschien wel is welke aandelen en ETF's ga je nu kopen. Kies jij voor ETF's, dan wordt je leven al wat stuk makkelijker, want je hebt per definitie lager risico. Maar wil je gaan proberen om iets hoger rendement te gaan halen, ja, dan maakt je jezelf moeilijker. Dat betekent ook dat je misschien meer verlies kan realiseren. En dan heb je toch echt wel meer kennis van zaken nodig. Heb je vragen over hoe de Giro werkt, of wat dan ook, of even praktische tips die je nodig hebt? Laat het weten in de comments. Als ik er tijd voor heb, ga ik reageren. En uh, ik zou zeggen, HP investers voor meer updates. Met name ook voor gevorderd beleggen. Dankjewel voor het kijken.